Lieve mensen, we lezen verder bij de argumentatio in de redenvoering van Cicero voor Gestus Roscus. Wordt gezegd, hij haatte zijn zoon, die is Sextus senior, maar Cicero heeft net bewezen echt, dat dat helemaal niet waar was. Dat er in ieder geval geen enkele reden voor was. En nu komt hij met een ander argument van de aanklager op de proppen, wat hij hier in andere woorden herhaalt. Dan gaat hij dat natuurlijk ontkrachten. Luister goed. Nescio inquit quae causa odi fuerit, fuiste odium intelligo quia antia cum duos filios haberit, illum alterum qui mortus est, secum omni tempore volebat esse, hunc in praedia rustiga relegavit. Ik weet niet, zegt hij, welke reden voor haat er is geweest, of er was. Hier wederom, die woorden van de aanklager worden hier ten tonele gevoerd. Een beetje theatraal aspect, we noemen dat prosopopoia, een masker opzetten als het ware, dat is een Grieks woord. En dat geeft ook een beetje misschien weer hoe het daadwerkelijk is gegaan. Hè? Dat is snel onderbreken van je tegenstander was niet ongebruikelijk in de rechtszaken. Dus misschien is dat zo ook overkomen en moest hij daarop reageren. Dan dat citaat wat we hier zien, dat is waarschijnlijk veel zwakker weergegeven dan, dan Eurycius het zelf heeft verwoord. En ook minder mooie zin, een beetje hakkelend. Maar gaan we nu eens even lezen wat er staat namelijk. Dat er haat is geweest, begrijp ik, omdat eerder, toen hij twee zoons had, hij die andere, die dood is, met zich mee de hele tijd wilde te zijn. Omdat hij eerder, toen hij twee zonen had, wilde dat die andere, die nu dood is, de hele tijd bij hem was. Deze hier stuurde hij naar de Praedia Rustica, naar de boerenlandgoederen. Dat is een beetje in een hakkelende zin. Je voelt het hier al, er zit een asyneton in en dan verandert de ACI opeens in een soort van gewone zin weer. Niet zo'n hele mooie volzin zoals we zien. Het is dus expres een beetje lelijk gemaakt. Dat is ook alweer grappig om een keer te zien. Wat zien we qua grammatica? Is natuurlijk een ACI. Hier hebben we een cognitieve nacum. Dat betekent verder niks bijzonders. Hier weer een ACI achter een volebat. En over wie gaat het eigenlijk? Dus is die andere zoon die inmiddels nu gestorven is. Twee zoons, Sextus senior en junior is daarvan de ene. Die andere was blijkbaar de hele tijd bij vader. En die junior, Sextus junior, was de hele tijd op het landgoed. En daar leidt Eurycius zogezegd uit af dat zijn vader een hekel aan hem had. Relegavit is overigens de juridische term eigenlijk voor verbanning als straf. Dus als je iemand gestraft wordt... door een rechtszaak dan, en kan hij gestraft worden met verbanning en dat is dan relegare of relegatio wat ook maar genoemd wordt en dat is hier dus expres gebruikt omdat hij dat wil weergeven die Eurycius alsof Sextus Roscius senior zijn zoon junior naar het platteland heeft verbannen echt als een bijzonder van straf en niet gewoon daar aangesteld alleen maar als baas maar ook echt als straf. Goed, dan zegt, Cicero, quod erucio accidebat in mala nugatoriaque accusatione, idem mihi usuvenit in causa optima. Dat wat, en relatief met ingesloten antecedent, wat voor Eurycius plaatsvond, oftewel wat Eurycius overkwam in die slechte en onzinnige aanklacht, dus een accusatio is een aanklacht. Een nugatoria, dat is een grappig woord. Nugatorius, onbenullig. Want nugai, dat zijn onbenulligheden. Dat zijn een soort van mopjes, grapjes. Het slaat eigenlijk nergens op, weet je wel. En nugatorius is een bijvoorbeeld naamwoord daarvan. Dus onbenullige aanklacht. Mala is uiteraard slecht en niets waard. Wat hem dus overkwam in die slechte aanklacht. Hetzelfde, usu venit. Overkomt mij, uso venire is letterlijk zoiets van in de praktijk komen, of zoiets dergelijks. Uso in het gebruik of in de praktijk komen, oftewel gebeurt, het is een soort van variatie, een synoniem van accidebat, maar dan van in presens denk ik, of perfecte, maar denk presens.
Dat overkomt mij in deze ijzersterke zaak die ik hier heb. Hè, weer optima in de zeer goede, oftewel ijzersterke zaak. Wat overkomt hem dan? Dat ga ik zo vertellen. Maar eerst even iets over de volgorde in deze zin. Namelijk, ten eerste is het natuurlijk een antithese. Hè? Het is een mala novatoria accusatione tegenover een causa optima. En je vindt er natuurlijk een chiasme in. Want je hebt eerst bijvoeglijk en zelfstandig. En dan heb je hier zelfstandig en bijvoeglijk. Hè? Dat is natuurlijk die antithese tussen een zeer goede en een heleboel onbenullige zaak. Is ook nog eens een keer in een chiastische toestand weergegeven. Met misschien ook wel een... het is niet echt een asynoton, nee. Ofwel. Een beetje. Niet echt. Goed, doet er niet zoveel toe. En dan. Ille quo modo crimen commenticium confirmaret non invenievat, ego restam leves qua ratione inferma magdiluam reperire non possum. Hij, en moet ik eerst dit doen, want anders is het echt geen Nederlands, kon niet vinden, of sorry, hij vond niet hoe, dus op welke manier, hij de crimen commenticium, de valse aanklacht, de verzonnen aanklacht, de uit de lucht gegrepen aanklacht, kon confirmaren, dus verstevigen, bevestigen met argumenten, et cetera. Ik, reperire non possum, ik kan niet vinden, hè, invenieren en repareren zijn een soort van synoniemen. Ik kan niet vinden, ik kan niet uitvinden. Qua ratione, dat is een beetje hetzelfde als quo modo, maar dan staat dat in andere plek in de zin. Dat moet je dus hier aan het begin zetten. Op welke wijze of met welke redenering ik, dus dan ik vormen, ik zulke lichte levens van licht, in ieder geval niet zwaar, zulke lichte zaken, oftewel bedoeld wordt zulke lichtvaardige beweringen, dus beweringen die echt op niks gestoeld zijn, die zomaar gedaan worden, hoe ik die kan infirmaren, dus het tegenovergestelde van confirmaren, dus verzwakken en dilueren en weerleggen, dus ontkrachten en weerleggen. Kijk, dat is ongeveer wat er staat. Nou, nog even wat er bedoeld wordt. Hè? Dus Eurycius heeft een verzonnen aanklacht, zegt Cicero. En die heeft ook totaal geen argumenten voor. Dus hij heeft gewoon niet iets gevonden waarmee hij dat kon bewijzen. En ik, ja, wat moet ik nou? Ik heb zeker natuurlijk ook niks om te gebruiken om zo'n verzonnen aanklacht te verzwakken. Ja, het is natuurlijk een beetje ironisch bedoeld. Maar hij heeft ontzettend veel argumenten. Dus daar zou ik een soort ironie willen lezen. En dan hebben we er allerlei stijlmiddelen nog in zitten. Want ten eerste is het natuurlijk een crimen commenticium confirmare is een mooie alliteratie. En die benadrukt dan dus die fictieve aanklacht, hè, die te lucht gegrepen aanklacht. En versterkt de antithese hier zo tussen hemzelf en Eurycius, tussen Eurycius en Cicero. Er zijn een aantal andere dingen die in de antithese belangrijk zijn, dus ille en ego natuurlijk. Je hebt hier een crimen commenticium en een res leves. Je hebt infirmare en confirmare. En dan heb je wat synoniemen zoals quo modo en qua ratione en invenire en reperire, etc. Die in allebei de delen van de antithese ongeveer hetzelfde zijn. Maar je hebt hier binnen deze laatste natuurlijk ook nog een tautologie, want verzwakken en weerleggen, infirmare, dilueren is ongeveer hetzelfde natuurlijk in dit geval. Dus een tautologie. De volgorde wat betreft die woorden, dus hier hadden we ille quo modo crimen commenticium confirmarat. Hier hebben we ego restam levis qua ratione infirmem. Dat qua ratione en restam levis zijn eigenlijk van plekje gewisseld als het vergelijkt met quo modo en crimen commenticium. Dus het leidende voorwerp is hier voorop gezet. En qua ratione, die vraagwoorden zeg maar, zijn een beetje naar voren geschoven. Dus dat is of naar achter geschoven. Dus dat is dan een chiasme. Hier A, hier B. Dan hebben we hier weer A met levens erbij. En weer, nee, sorry. B met levens erbij. En A is dan dat vraagwoord. Dus chiastisch neergezet. Wat betreft dit plekje is natuurlijk ook nog een asyndeton. Die dat antithese versterkt. Hè, het chiasme versterkt antithese en de asyndeton versterkt antithese. Een soort adversatief asyndeton, natuurlijk een tegenstellend asyndeton. En over de grammatica nog één ding. Namelijk, hier heb je natuurlijk een conjunctivus van het imperfectum in verplicht in een vraagzin.
Maar het grappige is dat als je die vraagzin direct zou maken, dus een directe vraagzin zou maken, dan zou er nog steeds een conjunctief staan. Want het is namelijk een conjunctief van twijfel. De vraagzin is namelijk eigenlijk, als hij het aan zichzelf zou stellen, in een directe manier, op welke manier moet ik of kan ik of zal ik deze verzonnen aanklacht verstevigen, bevestigen, onderbouwen. Niet hoe onderbouw ik dit, maar hoe zal ik, hoe moet ik dat doen? Dus hij vraagt zich iets af hoe hij iets zal doen. En hier zou ik, ik kon niet vinden hoe ik die zaken zou ontkrachten. Dus de directe vraag zou zijn niet hoe ontkracht ik dit, hoe letterlijk, hoe ben ik dit aan het ontkrachten? Hij vraagt naar een feit of zo. Nee, hij vraagt naar een, ja, wat hij moet gaan doen. Het is een conjunctief van twijfel. Dus deze conjunctief vervangt een conjunctief van twijfel. Dus het is nog steeds, het is en van twijfel en een conjunctief die sowieso verplicht zou zijn in de indirecte vraag, afhankelijk van hier inveniere en hier van repareren. Dus het geldt voor confirmaret als voor inferment diluam. Alleen dit natuurlijk verleden tijd. Want het gaat over verleden tijd, wat eerder gezegd heeft. En dit gaat over het nu, wat Cicero nu aan het zeggen is. Goed, dan eindigen we hier deze dia natuurlijk met Quiraeus Eurycius. Wat zeg je, Eurycius? Natuurlijk een vocatieus van Eurycius hier zo. Dat is weer zo'n theatraal moment dat hij eigenlijk invoert. Dat hij alsof hij onderbroken wordt en dat hij moet reageren. Wat in het echt ook waarschijnlijk wel gebeurd zal zijn. En moest hij op een beetje gevatte manier snel spitsvondig reageren. Maar in deze uitgegeven versie van de tekst heeft hij dat waarschijnlijk dus ingezet met duidelijk van, oké, nu zegt Eurycius dus iets, je onderbreekt me. En dan heeft hij dat verwerkt in de uiteindelijke tekst die dan op papier is verschenen. Goed, wat hij gaat zeggen, die Eurycius, lezen we in het volgende stukje natuurlijk. Tot dan.